Dames en heren kijkers, goedenavond en welkom bij deze nieuwe aflevering van Plinchong. Het is aflevering nummer 37. Hedenavond hebben wij als gast in de studio de heer Ayub Muntari, een welbekende persoon in onze samenleving. Adorake keselamatan ing waktu iki marang poro pemirso sing tansa tak kormati iki siaran Plinchong liwat Songkot TV Bersatu sambungan nomor 37 lan ing bengi iki aku arep duweni aturan karo Bapak Haji Ayub Muntari. Hayuk dirungokake apa sing tak aturake yo sing digawe acara dening kita ora liyo iku bab perkarane mobilisasi. Eba kepomo wat beda opo. Wis setek am as the leader to solito. Am at black the cave we as wong Jawa met the understanding van the need wong Jawa the understanding of the people. Lato wa met ons allen. Iedereen interesseren, mobiliseren. Voor een wederkeer, voor een wederopbouw van onze partij, de partij. Ik ben op zover percaya, dat ik nog kan takut ala partij Nasri. Ayo podo mule. Naturake, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muntari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dus. Muji syukur marang Allah Subhanahu wa taala anggone paring barokah nikmat hidayat lan sak panunggalane nganti aku lan sampean bisa kepeduk liwat Songko TV Bersatu. Piye kabare? Alhamdulillah, Pak Dus. Oke, bunga banget anggone bisa nekani undangane Kapten Dus, ya undangane siaran Plinchong. Apa sing bakal tak aturake wis siap? Iya, Pak. Oke. Bapak Muntari kabeh wae ning Suriname, luwe-luwe turunan Jawa ning Suriname, tepang lan kenal karo Bapak Ayub Muntari, iku salah sijine pengusaha utawa entrepreneur, ananging ing wektune dina iki dadi petugas utawa pegawe saka Kementerian Dalam Negara utawa Binelan Sesag lan uga kanggo nyatakake apa sing digawe target ing wektu iki ik mau tak omongake acara mobilisasi. Lah Bapak Muntari ing wektu iki bisa nandangi penggawean kita krungu kita wiro yen Bapak Muntari temuku ning macem-macem pandisikan uga macem-macem pelosok kanggo nglumpukke turunan bangsa Jawa. Lah iku sing digawe tujuan apa lan pasal sangka apa kok Bapak Muntari nandangi penggawean sing kaya mengkono? Pak Dus, sing tak tuju aku iki ndorong kapolitikan percaya luhur ora liya amarga bidingan ingkang kepungkur tak delok-delok partai Jawa ora bisa unggul jurite. Iya, Pak. Adewe iki ya itu biji suci siji. Ana wing yen tak tuju iki supaya bangsa Jawa iku bisa ya menunggal. Yen adewe iku ora menunggal, ya sak lawase ya sing ngene wae. Iya, Pak. Darah mesti tak tuju. Mengko karo bidingan tahun 20 Selawe, yen adewe bangsa Jawa ora gelem menunggal, ora iso nggayo apa sing aduwe kepingin sing diimpi-impi karo bapa biyong aduwe. Iya, Pak. Engko karo bidingan rong pulo Selawe ya to duwe iso saiki kentu to aduwe atas bangsa Jawi nang negara Suriname wis bakal jangkep 135 tahun. Ya nak aduwe ora gelem menunggal to aduwe ora bakal inter nggayo apa sing diimpi-impi aduwe atas bangsa Jawa. Lah mau-mau ni ora duweni kesadaran terus
Toen de tijd hadden jullie nog niet het besef om tot eenheid te komen. Het is inderdaad zo, Patus. In het politiek hebben wij zoveel ambitie. De jongeren, inderdaad, we hadden het geduld niet kunnen opbrengen. Maar nu, ik althans, is er van besef toch, dat zonder eenheid gaan we dat niet kunnen bereiken. Ja. Onze doelen kunnen we dat niet bereiken. Iku senajan labu, senajan budidaya tanpa menunggal, iku ora ono, bakal ora ono kewujudane. Bapak Muntari, nak tak delok miturut riwayat ing wektu iki saja ingmo sing dadi pengurus sangko kelompok PL iku ya ngundangi kabeh temuko balik meneh nang omahe. Nak kaya Pak Muntari ku sajane ora keusir, ora ninggal. Aku ngerti dhewe riwayat PL Pendowo Limo ya percaya lur riwayat ikmu ono radio werna loro iku ya sangka pecahe Pendowo Limo ya to Pak. Yep. Ing wektune taun 1999 Bapak Muntari matur marang Kapten Dus, aku direwangi akan buka radio. Iku tak guyu apa tenan. Mar ik ben u dankbar dat ik dat wel geaccepteerd dat vanwege het feit dat ya aku dadi radio man, dadi televisi man, iku tambahan nih. Terus saya sendiri kentang mulai neng Sanggit Malam, Banjur, disambung neng tempat Kemenen Lansweg, terus disambung neng Bonistrat, lah aku terus ngerewangi percaya, yo tekani seprene le Bapak Muntari, iki ono opo iku mau kahanan Bapak Ngone, ngundangi turunan Jawa sing maune apa iku lali omahe apa ninggal omahe lan nak Pendowo Limo iku sakjane ora lunga iku rebutan omah banjur diutus dening Tuan Jekso yen liyane iku ya sing dipimpin dening Bapak Sumoharjo perlu nggawa jeneng liyan lha iku ya maune dilindungi dening sing sesepuh sing para ahli kaya Bapak Lasman nganti ono radio iku percaya radio percaya ya eneng bersama sus sembarang iku mau ono apike lan ing wektune dina saiki ono kahanan sing kaya mengkono dadi wederom the drag opak om the mense the turunan Jawa. Dus te laten beseffen dat zonder eenheid wij dus de strijd niet kunnen winnen. Vooral met het oog op de komende verkiezingen van 2025. Ja, Bora? Dat klopt, Pak. Oké, nou is zo nyeritake kerjananmu miturut apa sing diperintah. Iku perintahane sing gawe urip apa perintahane menungso kanggo mlumpuk keiku supaya nesok ono kasile ing wektune taun 2009 Pak. Oke Pak Dus elek Zak. Namen evaluasi van afgelopen verkiezing. Heb ik tot de conclusie gekomen dat ik was bij de HVB elek dat beide partijen is afgewezen door het electoraat. Ja. Ja toch? Is afgewezen door het electoraat en daarna heb ik wel een besluit genomen nee. Ik ga toch de iets grotere partij ondersteunen. En dat is de Percaya Luhur. Yeah. En waarom? Dat ik gezien ben in de politiek. Eerlijk is eerlijk. Het is dankzij mijn politieke guru. En dat is niemand anders dan Papa Paul Salam Sumoharjo. En daarom heb ik het besluit van nee. Gezien ook zijn leeftijd. Oké, de dood kan alleen maar Allah subhanahu wa ta'ala. Hij bepaalt dat. Maar gezien zijn leeftijd. Ik wil hem de ondersteuning geven. Zodat hij zijn politieke carrière met succes kan laten aflopen. Dus Padus, vanuit deze plaats moet ik u bedanken toch, dat u mij de gelegenheid geeft om de Bongso Jowo. Ik ben geen racist, hè? Ik ben geen racist. Maar ik ben etnisch bewust. Dus ik roep alle Bongso Jowo om zich te bundelen. Laten we elkaar het klederen sluiten om het beoogde doel te kunnen bereiken. Meneer Muntari, alhoewel u zo net gezegd heeft van
dat u geen racist bent, maar de andere bevolkingsgroepen zoals de Marons, de Blakamangs, de Hindustanen roepen hun soortgenoten op om zich te bundelen. Hoe kijkt u daar tegenaan? Daarom, Padus, ik heb tot mijn missie gemaakt om toch ook wij als Bonze Jowo de oproep te doen om te bundelen. Als wij niet bereid zijn om te bundelen, nogmaals, ik herhaal, gaan we onze doelen niet meer kunnen bereiken. Door alleen te bundelen, kunnen we dat realiseren. En als u een evaluatie opmaakt, orang ketun, saya kira ketinggalan pirang tahun, ya ketinggalan zaman, durung ono menunggali rakyat, Pak. Orang ketun. Nee, Pak. Kijk, daarom zeg ik mijn niet-comfortend tijd. Ja. En ik denk dat nu de tijd is aangebroken om wij als de Bonze Jowo de eenheid te vormen. Oké. Okay. Ya aba bribi. Dat sans saya do, het wordt verwezenlijk. Ik heb het geloof in, Padus. Maar wat bribi neng, reden waarom kijk, het ondersteunen van percaya luhur voor zijn wederopbouw van de partij, was ik begonnen in Nikeri. En in Nikeri, men zegt, ik was maar begonnen met 3 mensen maar. Maar vanaf de dag heb ik Nikeri, Para, Wanika, Saramaka, zowel Koroni kunnen aandoen. Dus dat wil zeggen, de roep naar eenheid is aanwezig. Maar u bent van Paramaribo. What about Paramaribo? Paramaribo, het is nog in planning. Daarom zeg ik daarnet, ik ben begonnen in het westen. En Paramaribo krijgt zijn beurt ook. En hoe is het nu gesteld in Nikeri, dus het westen, ten aanzien van het laten bijeenkomen, het laten bijeenroepen en het tot eenheid brengen van de keturunan Jawa daar in Nikeri? Nou, het is warm aanvangen, man. Iedereen juicht ertoe. Aku bunga, Pak. Bunga krungu yen Bapak Muntari melu cawe-cawe. Yen Bapak Muntari melu budidaya kanggo ngleksanani apa sing digawe idam-idaman bangsa Jawa ning negara Suriname. Senajan ana persoalan, senajan ana kritik, yen Bapak Muntari duweni kulit gajah, iku digawe duweni kulit gajah tegese teka olifantheid, senajan ono kritik, senajan ono apa wae, iku ditulak, tulak dikuak, tentu bakal keleksanan. Apa sing digawe tujuan iku ya kaya ngono, Pak. Oke, Pak Dus, as a in het leven, as a success book, has sowieso kritik op je pad krijgen. That is it. And in the partij heb je ook de die hard leader. Van iku PL, dus senajan mung sak teteseng pun, senajan mung sak grupye, iku perlu bisa ngeweni keterangan marang wong sing duweni anggitan utawa batinan sing kaya mengkono. Jalaran pas boom Pak Muntari pirang tahun ora ketok ning omahe kene, saiki melu budidaya, melu korban tempo lan tenaga lan uga melu ngrewangi lha iku sing liyane sing ngene kaanggep kaya dene dadi pengarep dadi nganu iku mau kaya piye to ya ngiri nak bo, basa Jawa ngomongne ngiri iku kaya dene konkurir Bapak Muntari ora nduweni rasa sing kaya mengkono Pak Dus elok kayak het verskil is het periode, het bloeiperiode van de Partij Luhur in de jaren 2000. Ja. Toen zelf de voorzitter zelf, Pak Salam Suhar, de minister van Sociale Zaken was. En daarna 2005, toen hij voorzitter van het parlement was, ben ik niet komen aankloppen. Ik ben juist gekomen 2020
percaya met insider. Dus dat is het verschil, Patus. Ik wil het ook benadrukken aan ieder. Ik ben niet gekomen om positie te bemachtigen. Ik ben gekomen met al mijn achterban om de percaya luhur weer het plaats van wel eer te geven. Ik wil eenheid waarborgen. Ik roep aan ieder, vooral in het bijzonder de Bongso Jowo, om weer terug te keren het huis van de Bongso Jowo. En dat is niet anders dan de percaya luhur. Mulai menenang omai. Ja. Oké. U zei zo net dat u de partij join, dat u terugkeert in de partij een jaar na de verkiezingen. Met andere woorden, dus de komende 4 jaren volop 100%, 300% tegenaan te gaan om tot successen te kunnen komen. Dat is de bedoeling, Barus. Oké. Denkt u dat uw doelstellingen of uw targets bereikt kunnen worden met uw activiteiten? Kijk, in een korte periode, iedereen ziet het zelf. Wij, het groep van, dus mijn groep, nu is het percaya luhur, dat toegevoegde waarde geeft. En als wij komen met het toegevoegde waarde, dan denk ik dat wij de percaya luhur nogmaals het plaats van wel eer weer terug gaat geven. Oké, u zei zo net ook dat u met uw aanhang zich aanmeldt bij de grote familie van PL. Al is het zo dat niet iedereen u joint, maar het grootste deel gaat zeker voor de PL joinen. Ik ben van overtuigd. Oké. Met andere woorden, 2025, hoeveel zetels? Of afhankelijk van de combinaties? Nee. Kijk, het streven van onze voorzitter, het is altijd go for 10. Als we dat kunnen realiseren, dan wij als Bongso Jowo, dan moeten we trots zijn dat wij als Bongso Jowo met het komst van het groep van Muntari, toch, dat nogmaals de Jowo het plek van wel eer te geven. Para pemirsa sing tansah tak hormati apa sing diaturake dening Bapak Ayub Muntari iku ya wis terang lan gamblang. Apa tujuane? Apa sing digawe target ora liya kanggo ngumpulake keturunan Jawa utawa bangsa Jawa supaya niku bisa rusak. Anggone ngleboni bitingan so ing wektune tanggal 20 Mei tahun 2020 jalanan apa sing dialami dening kita, apa sing dialami Bapak Ayub Muntari, apa sing dialami dening Bapak Sumoharjo, Yorak Lio, Bongso Jowo, sajak iku mau nengisor dhewe maune Pendawa Limo, KTBI lan PPRS percaya luhur, ele-ele iku nak duwe sitel ya loro, papa tekane 6. Lah ing wektune dina saiki bangsa Jawa mung duweni sitel siji yaiku liwat sangka pandhisikan Kombowena tanpa nyambut gawe bebarengan karo liyo kelompok ya ora bisa keleksanan. Mulane kanggo ngluhurake asmane bangsa Jawa ning negara Suriname miturut apa sing digawe semboyang dening nenek moyang kita manggon ning negara Suriname iki ora negarane dhewe, manggon ning tanah sabrang iku ora negarane dhewe, senajan ora negarane dhewe hayo dibangun, hayo apa iku mau direwangi budidaya kanggo mbangun negara Suriname yen duweni turunan disekolahke men bisa duweni kepinteran, lan yen duweni kepinteran kedunungan lan kaweru sak piturute iku bisa ngluhurake asmane wong tuane, mendem jero mikul dhuwur iku maksude senajan wong tuamu duweni jeneng elek miturut apa sing digawe
kepangkatan dening sampean lan tindak sing becik dening sampean iku jeneng sing Allah bisa diisapi lan uga mikul dhuwur iku kanggo njunjung asmane wong tuane miturut apa sing digawe kerjanan sing diarani iku mobilisasi mulane tak gawe acara nang jerone siaran plincong sambungan nomor 37 yaiku bab sing ditindakne dening Bapak Muntari. Kanggo pinutupe siaran iki menawa Bapak Muntari arep nambahi, monggo Pak. Iya Pak Dus. Fanit Desa Plex. Welaka ider opurpa de bangsa Jawa. Self the nit Jawa. Met nama Menir Sony Holway. Swell Sambi Gauri. Sony Holway fan para. Sambi Gauri fan Saramaka. And nit ya sesengke ya fana. Bereik sein om main mesi to understand the percaya luhur. The plek the kriva fan well air. Warong that way ponco cowok to ijik mandel way. Nogmas main obruk met the understanding fan the nit ya fana. Met nama de heer Sony Holway and Sami Gauri, dat denk ik, als wij de bangsa Jawa bereid zijn te bundelen, gaan we onze doelen bereiken komende verkiezing 2025. Oké, matur nuwun, mag ik u bedanken voor uw komst naar de studio en succes met uw missie, succes met uw activiteiten. Graag gedaan, Pak Dus. Yo, para pemirsa sing tansah tak hormati, iku mau aturane Bapak Ayub Muntari. Matur nuwun marang sapa sing ndukung siaranku. Kakers dat was dan for what betref aflevering nomor 37. Bedankt voor het willen kijken en graag tot een andere aflevering. Goeienavond.